Dag vrienden van het Buitere Stripverhaal. Bert Pijper en de vinnige vlogger en verhalen wij een boekje klaar liggen. En vooral ook aandacht voor een Hollandse tekenaar. Want ik zou zeggen, hoera, hoera voor Gerben Valkema. Want die man is geboren in... Ik heb hier een boekje liggen dat ik gelezen heb van hem, Micro-Mimi. Maar ik kan daar zo beter iets meer over vertellen. Ik moet al eens zeggen, Gerben Valkema, geboren in 1980, nog maar 41 jaar, is de man van het jaar eigenlijk. Hè, en is een echt wel op het ogenblik een hoptekenaar, zal ik wel zeggen, in Holland en in België. Toch wel redelijk bekend. Hij had ook al een hele hoop prijzen gehad, dat ze beter wel horen. Waar komt die Gerben Valkema na? Ja, die is afkomstig van Oelroem. Zegt in België, zegt dat niet veel. Groningen is dat dagelijks, dat zijn van boven ergens in Holland. Hè. En is ontdekt door de tekenaar Jan Kroos. Kende die je nog? Jan Kroos? Die is ook, ik denk dat hij ook al wel dood is, al een jaar of 4 of 5, denk ik. Maar goed, die mens die tekende Jan Jans en de kinderen. In België zou ze zeggen, of in Mechelen, Jan Jans en de kadijen. Maar Jan Jans en de kinderen. En dat werd dus vooral gepubliceerd in de Libel. In de Libel, pas op. Dat was een gigantisch gekend tekenverhaal. Hè. Dat, weer dus, dat zijn 66 stripverhalen van boekjes van geboekt. Dus het was echt wel heel bekend. En daar, dus dat kwam in het oog van Jan Kroos, Gerbert Valkema. En hij is dus begonnen bij hem in zijn studio van Jan Kroos om daar mee te tekenen aan die Jan Jans en dingen. Hè. Goh, maar let ons daar niet te lang bij stilstaan, alhoewel dat wel heel belangrijk voor hem was natuurlijk. Hè. Maar dit jaar... Hij heeft hem dus een prijs gewonnen, een hele gekende prijs, en dat is, nou moet ik oppassen, want je moet, dat is een tongbreker, hè? De stripschapprijs, zo is het, hè? Moet ik een keer achterin zeggen. Stripschapprijs, dat is eigenlijk een genootschap, hè, in Holland, die dat dus een prijs geeft, elk jaar een uiverprijs is dat eigenlijk, hè, voor de beste Hollandse tekenaar. In totaal hebben ze, want dat is al van 1974 aan de gang, hè, tot nu hebben ze al 47 prijzen uitgedeeld. Dus. Dat wil dus zeggen, 47 Hollandse tekenaars. Nee, als ik me goed geteld en gezien heb, zijn er ook 2 keer een Belg geweest. Ene keer voor Maurice Tillieu en tegelijkertijd voor Giget. Die 2 hebben tegelijkertijd die prijs gewonnen. Dat zijn die mannen van Geus Lim en van... zijn kwaad, maar ik zal er zo beter opkomen. En dan ook eens een keer voor Kamagurka. Dat is in 1993 ook de prijs gewonnen. En trouwens, Giget, dat was Sherry Spring. En die heeft de prijs gewonnen in 1976, samen met dus Tillieu. Maar voor de rest, alleen maar Hollanders, allemaal de bekendste dat je maar kunt pauzen, die hebben die allemaal gekregen. En na het jaar Gerben Valkema die gekregen. Gerben Valkema is ook gekend en ook nog een andere prijs gekregen, de alfabetiseringsprijs. Die krijgt alleen prijs, dat je moeilijk kunt uitspreken. Hè. De alfabetiseringsprijs, dat is dus de prijs voor het boekje of de reeks Kijk en Lees, voor kadijen aan het lezen te brengen. En daar heeft hij het figuurtje Kik voor ontworpen. Kik, een vus, zeggen ze in Mechelen, een kikvus, een kikker in Schoevloms. Dus de Kik, dat is hem ook mee gekend gerokt. Een soort stripverhaal om de kinderen... de jonge kinderen mee aan het lezen te krijgen. Want vroeger was dat normaal aangenomen. Hè? Als je stripverhalen begon te lezen, daarna las de boeken. En nou werden de strips meer gezien van, oh ja, maar zou je geen boek lezen? Nee, de twee. Stek het in alle kop als je het nog moest dan aan twijfelen. Dus daar had hem daar ook weer een prijs voor gewonnen. Dan ik denk dat dat rond 2007 moet geweest zijn, maar ik kan daar nog beuzen. Maar goed, let ons daar maar niet op vastpinnen. Dan heeft hem dus samen met Erik Hercules, is dat, moet ik nou zeggen, Hercules of Hercule, dat weet ik niet, maar goh, die schrijft dat dan, Hercules, Erik en nog, heeft hem dan een figuurje ontworpen, Elsje. Elsje, ja, als je daar nog niet van gehoord, dat komt in de neppe ook, hè. Staat in de neppe van 2009 pas. En al meer dan 20 albums zijn daarvan verschijnen, van dat Leef Klaar Meske, allee, Leef, ze kan ook serieus ambetant uit de hoek komen, zijn, hè. Want ze had 2 vriendjes, hè. Gaitjan, kende die naam nog? Gaitjan? Ja, wacht, dan moet ik eens even naar goed pasen, hè. Kan op zijn naam niet komen, maar goed. Misschien dat je er een foto kan van zien. Gaitjan van de boertjes van Butten.
Ja, dat herinner ik me nog van vroeger. Als ik jong was en we zagen aan een televisie, Gait Jan van de Boertjes van Buten. Den die komt er ook in, dat is het vriendje van Nelsje. En dan is er nog Nadjaka. Dat is ook een vriendinneke. Maar die kan ze serieus een duivel aan doen ook. Dat is een gagstrip, hè. Een gagstrip, geweldig gekend. Ook wel de ene praat na de andere. Hè? De strip Schapenning of zo heet is dat dan. En, dus, wacht, al meer dan 20 albums, ik, soms, meestal gaks, maar ook al eens een keer langer voor oltjes, hè? Maar je moet die boeken lezen, dat is echt geweldig. En dan komt in 2016, ja, 2016, hoor het goed, 5 jaar geleden, wint hem de Van der Steenprijs. Voor de beste Nederlandstalige strip van het jaar. En nou moet ik even naar de naam zeggen, want anders... Ja. Elsje natuurlijk. Hè. Elsje mokt geschiedenis. Ja, en Gerben Valkama mokt ook geschiedenis. Want ik zeg het, hè, die wint praat hebben de vlijt, die moet niet naar de kast moeten bouwkopen voor dat allemaal in te zetten. Hè. Ja, maar we moeten dat allemaal blijven stapelen. Dus 2016, de Van der Steenprijs. Weer een erkenning. En toen zei ze dat bij de Standaard of bij Van der Steen, zeg maar als men is begorsten. Wacht, we gaan die eerst eens een keer laten een boekje tekenen voor SOS Kinderdorpen. Voor het groot doel. En dat was dan... wacht, de glitterde gitaar of zoiets? Nee, allez. Het is pas met Guus Meeuwis. Ken je die? De grandioze gitaar. Nou, soms moet het bijlijke zachter maar een beetje lappen. Hè. De grandioze gitaar met Guus Meeuwis. Guus Meeuwis mocht het scenario, die kende toch, die zanger van... Die mocht dus de scenario en nou... Valkema ging tekenen. En toen zagen ze dat, trouwens, die Guus Meeuwis, die had zo wat ideeën op een blotje gezet, naar de Valkema gestuurd, en Valkema had het grootste werk kunnen doen, maar dat moet het tegen iemand niet zeggen. Dus Valkema tekende, begint die figuur te tekenen, en tja, ze zagen er wel iets in de Standaard. En toen kwam er de kans van een hommagereeks te beginnen. En het eerste deel uit die hommagereeks, ondertussen zijn er daar al 5, denk ik, dat is... Dit heel geworden. Kromimi van Suske en Wiske. Zie je dat? 2017 is dat uitgekomen. Valkema weer daarvoor gevraagd. En, iedereen veel bekend van zijn stoel, voor het scenario weer dan Jan gevraagd. Jan. Ja, Jan de Montpellier of zo. Ik kan dus de naam niet meer zeggen. Maar dat is eigenlijk... Ja, dat is een Fransman, hè, mannen. Iemand van Marseille. En dan met een Hollander. Mannetjes. Ik geloof dat hij me kan. Ik kan niet verstaan. Maar goh... Het is er niet aan te merken, hè. Hoe dat hij dat gedaan heeft, dat weet ik niet. Maar Jan heeft dus dat een scenario geschreven voor de nieuwe, of het eerste hommageboek van Suske en Wiske. En dat heeft dan Gerben Valkema getekend. Jan, die kende toch, hè. Mannen, noem een stripverhaal en hij heeft er een scenario voor geschreven, hè. Ik kan er zo op een koppenpaar zeggen, maar ik zou kunnen missen natuurlijk. Dus ik kan maar eens een keer... Natasha, Marsupilami, Torgal, Lucky Luke. Dan moet ik fantastisch een keer rechts zijn en dan weet ik het. Robbedeus. Maar we moeten eens opzoeken, ongelooflijk veel. Dus ook voor deze boek, Kromimi. Waarom is dat nou zo'n goeie boek geworden? He, want het is één, het scenario is goed. Ik ga het gebied heel kort even vertellen, want dat is niet zo simpel. Maar vooral de figuren. Ja, Jérôme is, kijk, Jérôme is natuurlijk de Jérôme, gelijk als in het begin. He, Mago, Lambic, Suske en Wiske en onze Sidoné. Die zijn eigenlijk terug meer naar de geest van... Hij is meer naar de geest van Willy van der Steen gegaan. En dat is toch wel... De karakters willen terug meer uitvergroot, zoals Willy van der Steen. Lambic bijvoorbeeld is soms wel wat opvlegen in die boek terug. En nogal wat meer. Pakt ook terug een goeie. Sidoné is bezig meer uiterlijk. Pottekes, salfkes en wat weet ik allemaal. Veel rumpelen en wat weet ik allemaal. En wie komt er ook in? Ja. Ken hem nog? Big Bellum. Big Bellum, je staat er niet op de dingen, maar Big Bellumske, hè? La Clame Lambicske, van Otto Dolle Musketeers, dat komt er ook allemaal in vuil. Over wat gaat het? Wel, ja, goh, dat moet je lezen. Hè? Het is, ik kan het van binnen niet zien, maar je moet eens de tekeningen zien, die zijn wel prachtig, ze zijn echt prachtig. Hè? En je hebt daar zijn werk ingestoken, ook de figuren zijn zeer goed getekend. En ik moet zeggen, het is een werkstuk geworden, dat fantastisch is. Ik moet zeggen ook, ik heb het 2 keer, 3 keer gelezen, want je ontdekt er altijd nieuwe dingen in. En het scenario, pas op, je moet gewoon even kopperbouw hebben, hè, want dat is niet zo simpel. Zo, hè. Het gaat hem namelijk over een ontdekking van Suske en Wiske,
dat er dus in de Himalaya vroeger is er dus een Cro-Magnon mens ontdekt. En ze hebben die ergens ingevrozen. En daar een of ander fout, wat er gebeurt in een laboratorium of in een vrezer, gaat dus de elektriekoot en die ontdooit. En dan komt er dus ooit, als ze dat spel ontdooien, ja, dan komt er dus een Cro-Magnon persoon uit. Hè. En weet je dat dat is? Ja, dan moet je een boek verlezen. En dan gaan ze dus in die taal terug naar Ginder. Zie je hoe goed dat getekend is, mannen? Dat is echt heel veel werk aan besteed. Hè. Allee, ik ga nog eens een keer zeggen. En die ontdooiing, dat is dus een heel grote verrassing. Die kreeg ik van voor de mensen die het nog niet moesten gelezen hebben. Hè. Het is geweldig in de smaak gevallen, zodanig dat ze gezegd hebben, bij de standaard zeg, je mag er nog één maken. Hè. En nou, en dat is de grote verrassing, veel mensen weten het al, begin november komt er de nevenboek uit van Jan, wij die zelfs de Franse scenarist, en Gerben Valkema. En die gaan dus na de Vroom Vroom Club uitbrengen. Ongetwijfeld een verwijzing naar de Tuf Tuf Club, dat weet allemaal. Maar goed, wat dat gaat worden, dat gaat echt geweldig worden. Allee, zo, diegenen die hem al voor hebben gelezen, die hebben gezegd, ja, daar komen vijf, het is per zo, daar komen vijf, geloof ik, verses van. Je kunt ze al overal voor bestellen bij jouw striphoor. Dus ik zou lopen en zien dat je een verse kunt bestellen, want dat gaat weer prachtig worden. Hè? Ondertussen zijn er nog hommages geweest, maar dat komt misschien een andere keer aan bod. Maar deze, van mij, Gerben Valkema, hij heeft dat dus geweldig gedaan. Hij zei de figuurtjes nog eens, de hoofdfiguren. Ik weet dat er in de Vroom Vroom Club bij andere figuren terug gaan komen van vroeger, uit Suske en Wiske. Voor mij was het een openbaring en ik hoop voor jullie ook. Gerben Valkema, proficiat met alle prijzen dat je gewonnen hebt. Je gaat er nog vuil winnen, pas ik. En voor de Suske en Wiske liefhebbers, maar ook voor alle andere stripliefhebbers, een must voor je alle boekenkast en vooral voor je om te lezen. Bedankt voor te luisteren en te zien tot de volgende keer.